Goedemorgen allemaal. Vandaag is het 29 maart en vandaag is het Internationale Zeemeermindag. Ja, Internationale Zeemeermindag. Dat bestaat dus ook. Laten we dan maar een zeemeermin tekenen. Doe je mee? Ja, zeemeermin. Hoe teken je een zeemeermin? Ja, we kennen natuurlijk allemaal de zeemeermin uit Kopenhagen. Een beeldje. We kennen natuurlijk allemaal de zeemeermin van Disney, Ariel. Maar ja, hoe teken je nou een zeemeermin? Zullen we gewoon beginnen met een hele simpele zeemeermin? Dat lijkt mij het handigste. Een hele simpele zeemeermin. Zo simpel is het helemaal niet. Ik kan wel zeggen dat het is simpel, maar... Zo, eens even kijken, want er moet ook nog een staart aan natuurlijk. Zo. Nou, dan doen we hier even kijken hoor. Waar is het nou het best? Een zeemeermin. Zo, dan twee van die schelpjes zo. Kijk, we hebben weer mooi opgelost. Ja, een zeemeermin heeft natuurlijk ook mooi veel haar en zo. Gewoon armen. En dan, ja. Hoop haar, zo'n zeemeermin ook. Nou, het is geen knappe zeemeermin hoor. Dat zie je al wel weer. Maar het haar gaat natuurlijk onder water alle kanten op. Dan lijken het nu bij mij wel tentakels. Goed. Nou, het onderlijf is natuurlijk met schubben. Kijk, die kan je zo weergeven. Je kan het ook dichter op elkaar doen natuurlijk zo. Die staart zou je nog een beetje zo kunnen doen. Ook hier kun je natuurlijk weer zeggen van ik doe er een paar vissen bij. Dit zijn hele simpele visjes natuurlijk. Kijk, en ze kijken allemaal naar de zeemeermin, die visjes. Nog kiezen voor wat zeewier erin. Nou, ik vind het best een aardige zeemeermin. Ik zou hier ook, hier kan je ook weer mee gaan variëren. Ik zou vooral nog even wat oefenen op dat gezicht, want ja, dit is nou niet
De meest vriendelijke zeemeermin, hè? Goed. Succes en ik zie jullie morgen in de volgende video.